Ben je ook naar een therapeut gegaan? Ja, man. Ja, tuurlijk. Lekker in therapie. Ja, lekker praten. Wanneer was je depressief? Ik heb twee goede depressieve chunks gehad in mijn leven. De een was toen ik net op kamers ging. Dat was dus toen ik begin 20 was. En dan was er nog een deel 2. En dat was toen ik in verwachting was van mijn tweede kindje. Depressie, ik beschrijf het altijd heel erg als een donkere, dikke deken waar ik onder zit en waar het licht is, dat is afgesloten voor mij. Ja. Precies. Hoe was dat voor jou? Hoe kun je woorden aangeven wat depressie voor jou, hoe dat voelde? Ja, voor mij was het meer een soort van flatline. Eigenlijk alle vorm van beweging is er een beetje af of zo. Dus eigenlijk letterlijk beweging, gewoon om in actie te komen op een dag, is eigenlijk heel onmogelijk. En in je gevoelsleven zit geen fluctuaties meer. Gewoon, het is een soort van flatline. Gewoon alles, flatline. En hoe lang heeft het de eerste keer geduurd, die toen je student was? Ik denk wel 2 jaar of zo. Ja. Wow, best lang. Ja. En de tweede keer? Toen dacht ik nog langer, want het duurde lang voordat ik erachter kwam dat ik eigenlijk weer depressief was. Want in eerste instantie voelde ik me niet zo goed en een beetje lamlendig. Maar ja, ik was in verwachting, dus dan denk je, ja, goh, zo'n zwangerschap, dat kost ook een hoop energie. En in de kraamtijd ga je ook niet eigenlijk je stemming langs een soort normale meetlat leggen, ja, of zo. Dan denk ik, ja, het is gewoon ook anders. Wel bij, ja. Dus toen mijn dochter 8 maanden was, ik denk dat ik toen al een jaar depressief was. Jee. En toen pas realiseerde ik het me dat eigenlijk al die tijd al zo was. Toen je erachter was, na die 8 maanden, zeg maar, was je dochter, ja, 8 maanden was, ging je er toen pas over praten? Ik had een heel duidelijk moment waarop ik me realiseerde, dit is gewoon weer een depressie. Dit heeft niks meer met hormonen te maken of met zwangerschap. Het is gewoon een depressie. Dat was oudjaarsavond, en dan als je aftelt naar dat nieuwe jaar, dan heb je toch altijd wel iets van een gevoel van, oh, we gaan weer, ja, iets moois van maken. En dat had ik gewoon helemaal niet. Telde af en het was echt zo, nou, gelukkig nieuwjaar. Ik voelde er helemaal niks bij. Toen ben ik echt gewoon 1 januari, nou, was de huisarts dicht, maar 2 januari ben ik echt meteen naar de huisarts gegaan. Ik zei, ik heb een depressie, want ik herken het. En ik heb een heel klein appgroepje aangemaakt met echt alleen mijn zusje en mijn beste vriendin. Dat heb ik SOS Sophie genoemd. En gezegd van, weet je, het gaat nu best wel slecht en ik vind het lastig om bij jullie al deze druk neer te leggen. Maar ik weet dat, ik zou het aan niemand anders ook, weet je, ik weet dat jullie zoveel van me houden dat ik dit durf te vragen. Mag ik jullie iets sturen als ik echt het idee heb van, ik ga nu helemaal naar beneden. En dat was heel fijn dat kon. En zij vonden het ook fijn dat zij met elkaar in dat groepje zaten. Ja. Dus dat van, als de ene het niet leest, dan leest de andere het wel. Ja. En dan kunnen wij. Goed idee dat je niet alles bij één iemand. Inderdaad, want ja, dat voel je ook zo. Ja. Dat jullie kunnen toch ook niks voor me doen. Ik moet hier zelf uitkomen. Ja. Heb je eigenlijk echt een oorzaak kunnen vinden aan waar die depressie is begonnen? Ja. Waarom het is ontstaan? Ja, het is wel echt een combinatie van aanleg en bepaalde gebeurtenissen, waarbij ik niet wil zeggen dat de dingen die mij zijn overkomen zo erg zijn dat je wel een depressie moest krijgen of zo, maar het heeft wel te maken met hoe je met die gebeurtenissen omgaat. Dus ik ben op een hele andere manier, dit is echt een beetje therapeutentaal, mijn emoties gaan reguleren. Als je iets voelt, dan er is geen alternatief voor voelen wat je moet voelen. Was het fijn om dan elke week echt een uur lang bij zo'n therapeut te zijn? Over het algemeen was het heel fijn om dat te doen en dat gaf enorme structuur aan mijn week. Het was gewoon elke maandagochtend 9:30 de week beginnen bij de psychiater. Dus dat je dan
echt een eikpunt in de week heb, dat je iedere keer weet van, oké, als ik dan een beetje zo afzakte, dan wist ik van, over 2 dagen heb ik die afspraak. Heb je in ieder geval dat? Heb ik dat en dat hou ik dan nog wel vol. Ja, wat zo iemand voor je kan betekenen, dat is echt, echt ongelooflijk. En nu zie ik het zelfs als een soort cadeau aan mezelf, dat ik zoveel zelfinzicht heb mogen krijgen door die kutdepressie. Dat het echt zoiets moois heeft opgeleverd. Dat ik mezelf nu beter snap. Dat ik zo'n plek van veiligheid heb gekend bij haar. Dat is echt, nou, dat is gewoon waardevol. Ja. Heel, heel, heel bijzonder. Ja.